deze zondagmiddag in de school. Niet zomaar een middag, maar een middag waarop de 30ste Uderhoutse broeder wordt geïnstalleerd. Een man of een vrouw die zich meer dan normaal verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap, het zij van Uderhout, het zij van Biesenwortel. Ja, hij wibbert niet zo vuil als ik, daarom doen we tonnen. Dat is de leeftijd, denk ik. Beste vader Abt, medebroeders, dames en heren. Op 24 januari jongstleden werd ik thuis verrast, en dat ging allemaal met een smoesje, met een bezoek van vader Abt en de voorzitter van het genootschap, met de vraag of ik aan wilde sluiten bij het genootschap van de Ulenhoutse broeder. Ik zei meteen volmondig ja. En bijna gooide een hernia en daarna zelfs nog een bacterie roet in het eten. Maar dankzij extra pijnstillers en de goedkeuring van onze huisarts sta ik hier. Ik mocht het tegen niemand zeggen. En dat was heel moeilijk.